Het wordt tijd voor onze jury. Dat meen ik te merken. En hopelijk valt dat mee, want vanaf nu doen ze het met twee. De ene is een oude krokodil en de andere een jongere met een bril. En de ene zorgde in de wedstrijd en de andere in de Colruyt voor troubles. Mark Heiskes en Philip Goebbels. Dag meneer Heiskes, of mag ik Mark zeggen vanaf nu? Ga je gang, ja. Dank u wel. Dag Mark, dag Filip. Mooi om jullie er zo samen te zien zitten. Ja, kennen jullie elkaar goed? Ik ben ook heel blij, Erik. Serieus? Je moet mij eens zien zitten naast de Mark en bij Sabine en bij u. Oh. Dat is waar. Naast Filip? Ja. Dat is het ei van Columbus op een lichaam, hè. Zie eens, daar kan ik niet aan, hè. Nee. Ik heb oneindig meer haar dan hij. Ja. Ook al heb ik nog maar één haar over, dan zal ik nog oneindig meer haar hebben dan hij. Dat is fantastisch. Ja. Maar beseft je wat er onder die schedelpan van u gebeurt? Daar zit hij. Nu is het allemaal een beetje aan het kortsluiten. Gelukkig maar. Daar zitten 3.320.000.000 neuronen in die schedel van u. Kan ik een pintje krijgen? Nee, maar we hebben samen nog in de klas gezeten, dus we zijn heel blij dat we hier zijn vanavond. Ja. Ik noem hem ook Marky. Dat was wel in de... Dat is wel een paar eeuwen geleden, maar ja. Ja. Maar ziet er nog goed uit, jong. Ja. Hij gelooft in de reïncarnatie. Serieus? Ja. En met mijn zin gevrozen, denk ik. Wat denken jullie van de kandidaten? Die zijn... ontoelaatbaar charmant. Ze kunnen mij alle drie krijgen. Ik ken hem best. Wat denken jullie van de jury? Het ziet er goed uit. Ja, ja. Serieus? Ja. Ja. Dag Filip, dag Guy. Guy, Marcel wist dat je nog niet dood was. Ja, hij weet meer dan ik. Ik ben nogthans vanochtend gecremeerd. Maar ik neem aan, vergeleken bij Filip, valt het nog mee. Ja. Hij moet dat zeggen, joh. Ik vind hem nog altijd een toffe. Dank je wel, Filip. En je ziet er ook goed uit. Dank je, Filip. Ja, mannen kunnen alles wijs maken. Wat verwachten jullie van de kandidaten? Dat ze erin slagen worden dat mijn vrouw niet inslaagt, maar een boeiende avond bezorgen. Allee, joh. Ik heb er nog thuis al veel lol mee gemaakt. Wat verwacht jij van de kandidaten, Guy? Veel. Terug? Nee, alle drie knap. Behalve Marcel. Alle drie geestig. Alle drie. Ik kan het gewoon altijd niet geloven dat ik hier zit, hè. Je moet soms knijpen. En dat jij en de Guy en zo. Dat knijpt wel in uw eigen arm. Je weer gezopen, hè, Jan. Dat is niet te doen. Dag Guy, dag Sien. Dag Erik. Ben je hier graag, Sien? Ja, ik ben hier heel graag. Weet je waarom? Zit je het? Zo'n twee toffe gasten, hè? Ja. Dat Schilleke de Beelde. Fantastisch, hè? Dat Benteke ernaast. Ja. En ik vind dat ook, de Gilles de Beelde, ik vind dat ook eigenlijk... Moet je dat zeggen, Gilles? Een fantastische gast met een heel warm hart. Dat programma dat je gemaakt hebt met al die losers en die sukkelaars. Dat ging dan samen met voetballen. Ja, wacht, hoe heet dat programma nu weer? De kwalificatiematje van de Rode Duivels. Ja, echt... Homeless World Cup. Jij weet dat nog. Ja. Nee, maar dat is echt een slimme, hè. Ja. Dag Filip, dag Urbanus. Blij dat jullie hier zijn? Ik ben heel blij, hè. Ik ben blij dat ik hier met Urbanus mag zitten. Dat is ook altijd mijn grote voorbeeld geweest. Legende, allee, ja. Ja. Had ik geweten dat dat daar ging van voortkomen, was ik er nooit meer gevonden. Maar je ziet, ik kan toch ook goed acteren, hè, Sigrid? Geweldig. Je geloofde het, hè, dat ik naar op keek. Ja. Ja. Dat gaat hier nogal verrood gewoon. Wat verwachten jullie van de kandidaten? En wel, ik heb een heel goed gevoel bij Sigrid. Dat is een beetje de zuster die ik nooit gehad heb. Oh. Dat gevoel, ja. Maar bij de Bint heb ik dat ook wel. Nee,
met een broer dat ik nooit... Ja, in Berlin dan meer zo de boze stiefzuster. En volgens sommige bronnen is de zanger ook begraven zonder neus. Het zou een prot, enfin, dat wordt gezegd, het zou een prothese geweest zijn, want er zat een gat waar zijn neus moest zijn. Erg, hè? Ja. Dat wel. Het is wel erger geweest dat hij een neus had gehad waar dat zijn gat moest zijn. Daar ga ik eens over nadenken. Dan kon je altijd al die kleine mannen zeggen, trek een keer aan met een neus en dan draaide hij zich direct om. Mijn moeder die ging met mij als baby en alle dagen naar de mis op haar arm. Hè. En de pastoor stond daar zo'n keer met de jostie. Het lichaam van Christus. En ik pakte daarnaar en mijn moeder klopte op mijn hand. Blijf daar af, dat is kaka. Er zijn heel veel pauzen dat Urbanus eten, hè? Ja, dat is waar. Ja. Ja. En heel veel nazi's die Goebbels. Ik ga je naam nooit laten veranderen in Kotsens. Ja, van anders is beter.